Boys, en vandaag ga ik nog een keer iets nieuws doen, want de nieuwe GTA-update is eindelijk uit van de Kunderunning DLC. Ik heb ook een beetje geld gespaard, ik heb 18 miljoen. Dus ja, bijna 18 miljoen, 100.000, dus ja. En al dat geld, ik vind het echt wijs. Niets bijkomen. Ik heb wel wat geld in mijn office. Ik vind het wel spijtig dat allemaal gaat weggaan als ik dingen ga kopen en online. En als je erover stapt, vliegt dat. Oké, dan gaan we maar eens beginnen met de video. Het is zelf niet hier zijn. Oh, sorry, verkeerd. Oké, we gaan starten met Maze Bank. We gaan onze bunker kopen. Maar welke zouden we kopen? Ik ben aan twijfel. Dat is wel duur. Ga die kopen. Kost mij voor toch wel meer. Ik heb shit. Sorry. Eens keer kijken of ik wel de juiste positie heb gekocht. Ik ga deze plaats kopen. Shit. Dat is toch de juiste plaats. Sorry kijkers. Aanpassen. Zo te zien is de bunker wel duur. Wel spijtig. Dat is meer dan 4 miljoen dat weggaat. Gaat. 4.070.000, shit, dat is wel veel. Maar ja, ik heb het ervoor over, voor de bunker. Het eerste ding is nu gekocht, dus nu gaan we er naartoe rijden of naartoe vliegen. Maar eerst ga ik nog iets anders doen. Oké, ik ga het met deze doen. Wat is B1? Living quarters or command characters? Shit. Weapon workshop.
weapon and physical weapon. So. Center zetten. Terwijl. Dan. Ah, ik weet niet zo. Maar weinig kleden. Zo, nog is het. Oké. Dat is wel nog wijs. Maar welke zou ik kopen? Oh, maar hier weet ik niet wat ik hier ga doen, zo. Center, dan moet wel. Ander is het weapon workshop. Kijken. Oh, maar dat kan geen notus worden. Mijn personal vehicle. Dat is een difficult choice. Ik weet niet wat te doen. Daar mogen we opnieuw beginnen. Ik wil die wel. Maar we kunnen altijd erna ook opnieuw. We kunnen erna ook nog altijd kopen. Ik ga eerst kijken wat het geeft. Op een workshop. Ja, boutique kan wel snel aan.
so empty. Wat ik dat doe, ga ik dat ook doen, zeg. Ik weet niet. Ik ga die aflaten. Sorry, maar ik ga stoppen, denk ik. Ik weet niet wat ik moet kopen.